Een goede morgen mensen. Het is, wat zal het zijn, uur van 11, zo goed van de koers. Zoiets. Ja, wij gaan vertrekken naar van Jabeke, klein strand. Wij gaan nog even naar de Haan toe. Dat is een strand bij Oostende. Ja, wat kunnen we zeggen over het viswater? Ja, ik heb nog twee brazen erbij gevangen. Vannacht hebben we helemaal niks gehoord. Ja, ik heb 1-2 keer een karpvis gehoord die daar zit. Ja, bij het ophalen bleek ook dat een van mijn hengels weer op de beste plek lag. Die lag in de war. Dat is heel vreemd, want ik kreeg gisteravond nog een klein runnetje erop. Nou ja, dat was afgelopen. Dus ja, dat is raar, want ze beter er wel op. Maar goed, ik was uiteraard teleurgesteld dat hij in de war zat. Maar ja, het is wat het is. Die andere lag wel goed en die heeft gewoon helemaal niks gedaan. Maar ja, wat betekent dit voor de toekomst van Jabeke? Ja, ik bedoel, ik heb er twee gevangen, maar eentje niet mag tellen, want 50 centimeter voor mijn schep net knap. Ik zat met de reservehengel te vissen. Ik voelde een beetje ontspannen. Maar goed, eigen schuld, dikke bult, daar moet ik ook geen krokodillen gaan omlaten, dat is mijn eigen schuld. Dus ja, wat kunnen we erover zeggen? Ik bedoel, ik heb de jongens gevraagd wie daar zaten, de eerste nacht. Deze visser heb ik niet meer gevraagd, want ja, die keek niet al te vrolijk uit zijn ogen. Toen ik net al goeiemorgen, dat was trouwens ook een Fransman, hij sprak waarschijnlijk niet eens Hollands, maar goed. Dan zeg je bonjour. Bonjour zou ik kunnen zeggen, maar daar heb ik niets aan gewaagd. Ik werd gewoon een Brabant naartoe, ik zeg gewoon hallo en houdoe. Maar goed, daar ga ik tegen. Dat plekje daar bij de schans, ja, zoals gezegd, daar zijn de caravans weg. Dus ja, we hebben daar ook plenty regio om dat te vissen. Die sterkte wel altijd bezet, dus als we nog een keer gaan, dan gaan we op die sterk en moeten wij sowieso vroeg erheen gaan. Net zoals wij gedaan hebben vrijdag, gewoon 's morgens vroeg vertrekken. Op die plek, ja, als je er 11 keer uit moet, waarvan je 5 karpers zijn, en dan ook nog 1 grote karper verspeelt, dan is het de moeite waard. Op deze plek stond bekend omdat dit hier minder vond, maar een grotere vee. En in het verleden was het ook zo. We hebben Teuntjes record hier, die had 34 pond. Ik had een 32 pond hier. Ik had een 29 of 28 pond hout met roede, maar goed, bijna 30 pond is natuurlijk altijd mooi om te vangen. Ja, ik bedoel, we hebben hier twee gevangen, ja, eentje eigenlijk. En ja, dat waren niet de grootste. Ja, 14 ponder en een 16 ponder. Zijn ongeveer schattig natuurlijk, want ja, de laatste is niet gewoon, de eerste trouwens ook niet, want we wisten onderhand wel. Ja, dat zijn niet echte jachtmijners, maar zijn mooie karpers om te vangen natuurlijk. Beter als die lucies karpertjes. Maar goed, dat mag je zeggen van Teun, want die houden ervan om een lucies te gaan vissen. Maar goed, dat was dus Jabeke, waar wij hebben gevangen onze ervaringen. Het goede nieuws is eigenlijk dat Jabeke nog niet afgehaakt is, want ja, de vorige keer dat we hier brazen vingen, dat waren allemaal van die dunne scharminkels. Nou zijn het allemaal gezonde, echt grote. Groter als de vorige keer. Brazen die we vingen, die vangen dan niet graag. Maar ja, als ze dan toch vangen, kunnen we beter straks op doen hoe ze uitzagen. Dus dat is een positief punt. Ik denk dat deze plek van Jabeke afgeschreven is. Ik denk niet meer dat we daar gaan vissen. Maar wel daarbij die schans, die mooie schans. Ja, misschien heb je op de achtergrond gezien. De boten zijn weer actief. Zo hou je mij ook een beetje erop. Want ik kamer. Hou jou erop. Oh, kijk. Ik ga even tuurlijk, even, de commentator moet er toch altijd op staan. Ja, want ja, de eerste dag kregen we papieren te zien van ze zijn naar een nationaal kampioenschap of een of ander kampioenschap. Dus we denken van hey. Ha, geen last van. Ja, vrijdag, gisteren waren ze dus toch nog bezig. En dat vond ik niet erg, want er kwam zuurstof en ze begonnen te bijten. Toen kreeg ik echt beet, toen komt er nu. Maar ja, dat waren alleen maar brazems. Twee brazems gevangen, Teuntjes al lag en de spap ook. En dat spap zit al in kost, dus ja, die zal weinig meemaken. Ja, Teuntje gaat ook wel in de vakantie, dus ja, die zien we pas eind van september weer. Ja, dat is helemaal niet erg, hebben we even rust. Dan kunnen we misschien ergens anders karp sleuren. Maar goed, wij gaan nou dus zoals gezegd naar Oostende toe. Ja, dan gaan we een terrasje pikken, denk ik. We hebben met Teuntje ook een keer gezeten toen ik zijn cappuccino in koffie met chocomel veranderde. Dat vond hij helemaal niet erg. Ik had eigenlijk gedacht dat hij een dikke nek zou krijgen. Nee, hij zei dankjewel, Boudewijn. Nee,
hij goot het zo in zijn hoofd. Hij vond dat helemaal niet erg. Maar ja, wat had er dan mee te zeggen? Ja, dat de rest van het weekend ook super is geweest? Ja, maar de rest van het weekend was super, maar dat hadden we ook op de andere films gezegd. Ja, we zijn gisteren naar Brugge geweest, maar ja, daar hadden we ook over verteld. Dat was een leuk stadje. Winkel in, winkel uit, zo nu en dan. Chocola gehad voor Fiona, want ja, die werd helemaal gek. Maar goed, het was hier natuurlijk weer een mooi weekend. Jawegen. Ja, nou is het een heel ander sfeer natuurlijk. Normaal was ik hier bij Teuntje en als pap. Als pap is niet zo heel vaak mee geweest, twee keer. De helft ongeveer, denk ik. Ja, maar Fiontje is een andere sfeer. Er wordt minder over karpenvissen geouwehoerd. Maar weer andere leuke dingen. Zoals een naar Brugge toe, een keer naar Jabeker toe. Ja, Teuntje en als pap die blijven. Ja, die zijn, wij zitten in visplek, wij kunnen niet om te vissen. Wij doen niks anders. En dit was zeg maar anders. Alleen de palingboer was er niet, hè? De palingboer was er wel, maar die kwam pas water. Die deed niet de vergunningen. Die zat daar gisteravond. Ja, wat denk je wat hij doet? De palingen natuurlijk. Hij had nog niks gevangen. Ik liep eerst heen. Toen liep ik hem voorbij, want ja, hij zat daar in zijn auto. Maar ja, als je heen loopt, kom je ook terug. En ik denk, die man die kan ook ergens van. Dat was de palingboer, had zijn handje al omhoog. Dus daar heb ik even mee bezig praten. Maar hij gaf een verhaal waar ik echt jaloers op word. Hij slaapt elke dag uit en dan s'avonds of laat in de middag komt hij eruit en dan gaat hij eigenlijk paling vissen. Hij had nog niet veel gevangen, nog niks zelfs. Maar goed, dat is een tweede. Ja, maar is jouw beker natuurlijk zonder de palingboer. Ja, daar in de tegen ja, is het tijd om op te stappen. Ik liep net nog even langs reserve-Tony, want reserve-Ome-Tony, want ja, die heeft dezelfde haardracht, hetzelfde postuur, dezelfde kleding aan. Dus ik zat gisteren met de zwarte bom in te gooien en dan zie je maar op afstand staan. Dat is zo'n raar gevoel, dan denk ik van, daar zit Ome-Tony. Die gaat nu met ons vissen, die heeft andere kameraden gevonden. Maar ja, het was toch de reserve om het heen, dus ja, het was niet helemaal waar. Ja, voor de rest is het echt een beetje op een paar dingen na zelf hetzelfde gebleven. Alleen het hoofdkantoor van de kanoers is vanaf daar naar daar gegaan. De waterfietsen zijn vanaf daar naar daar gegaan. Dus ja, als paar plekje, ja, die is veranderd. Ja, de plek is toch afgeschreven, want hij gaat waarschijnlijk daar zitten. Maar ja, mocht pa hier dan toch opgelopen zitten, dan zou hij zijn rotpot op de vlonder moeten zetten. Ja, dat gaat niet gebeuren. En daar uiteraard, zoals ik al gezegd heb, daar zijn de staand caravans weg. Daar hebben wij dus plenty regio om onze partytent, onze tenten neer te zetten. Want eerst pakken wij deze plek, ook om de grotere karpers, maar ook om de ideale dat je hier heel veel ruimte hebt om de partytent neer te zetten. Dat euvel is er. Daar geholpen, daar hebben we dan ook ruimte zat. Ja, misschien komen wij hier over een jaar terug, misschien komen wij hier over twee jaar terug. Dan zeggen, dan is het misschien wel weer veranderd. Daar komen we dan, zijn de tijd al aan. Ja, je ziet op die plek daar, er zit momenteel een smeerpijp vangen. Die zit echt op brazen. Maar die plek zit hier altijd bezet. En loop even mee. Daar op het hoekje. Waar het water een bocht maakt, is het ook altijd bezet. Die komen ze middags aanzetten. En dan blijven ze heel nacht vissen. Ze blijven gewoon in een auto slapen, eerst met een busje. Ja, die een half busje. Maar het andere in een station car. Blijven ze gewoon slapen en dan ja, tegen middaguur zijn ze weer weg. Ook s'avonds weer, dat zal het zijn, tussen rond uur 7 zijn ze weer vrolijk terug. Maar goed, we hebben de tijd ongeveer volgepraat. Ja, het volgende filmpje. Ja, dat wordt op zijn laatste. Ja, dan gaan we 1 oktober, meen ik. Dan gaan wij richting de Van Uys. En de week daarna komen de filmpjes online. Want ja, we gaan natuurlijk niet op Uys zelf online zetten. Dat doen wij de week daarna. Dus wij groeten u. Wij zeggen houdoe. Houdoes.